Jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag zijn we bij de 5e aflevering van de Road to Champion Division series aangekomen. Net zoals in elke andere aflevering gaan we proberen zoveel mogelijk punten te behalen in één potje. Misschien dat we een division omhoog kunnen gaan. Daarvoor hebben we volgens mij 40 punten nodig. Dus ja, 30 kills. Het is moeilijk, maar hey, het is mogelijk. Hoewel gaan de mensen in Arena op dit moment wel snel dood. Dus we moeten dan wel heel erg door gaan pushen. Maar we gaan natuurlijk gewoon ons best doen en proberen wat mensen te zoeken om gelijk te elimineren van het spel. Ik ga even deze Big Pot nemen en dan neem ik de Airstrike mee. Dat is wel een leuk object dat we kunnen gebruiken om mensen wat te irriteren. Ik vind het niet een heel sterk item. Het is natuurlijk een nieuw item in het spel. Maar als je eigenlijk met metal bouwt, dan kan deze Airstrike al niks tegen je doen. Zoveel ja, vind ik niet dat je eraan hebt eigenlijk. Ik drop de Airstrike en ik neem minis mee. Ik vind dat toch chiller om bij me te hebben. En ik ga ook mijn drumgun droppen voor een suppressed SMG. Want ik vind die zo ongelooflijk sterk en chill om mee te spelen. Maar nu is wel de enige vraag. Zijn er überhaupt mensen geland in Mega? Zo niet dan ook. Oh, ja, kijk, daar is al een dak weg. Op dat plekje daar. Dus daar moet iemand zijn. We gaan het checken, jongens. Ja, komt ie. Let's go, boys. Oh my god, mijn aim, ouwe. GG's. Nou, zo zie je dus weer wat het voordeel is van alleen maar schieten en alleen maar bouwen. Deze man die schoot één keer en voor de rest bouwde hij alleen maar. Probeer in feite wat meer te schieten in plaats van te bouwen. Als je bijvoorbeeld een build battle met iemand hebt, probeer... Als hij bijvoorbeeld alleen maar 90's omhoog doet, probeer dan wat floors aan zijn 90 te plakken en wat peak shots van de zijkant op hem te gooien. Ga niet alleen maar bouwen. Heel veel mensen bouwen echt te veel. Ik heb het in het begin ook gedaan. Ik probeer nu ook meer over te stappen. Op wat meer shots te gooien. Want ja, dat moet je uiteindelijk gaan doen om iemand te killen. Dus hou het bouwen een beetje achterwege. En probeer wat meer shots te gooien op de persoon. Maar ik denk dat we Mega Mall maar achter ons gaan laten. Omdat ik eigenlijk niet meer denk dat hier iemand zal zijn. Dus we gaan snel weg uit Mega. We pakken hier de slipstream. En dan gaan we proberen zoveel mogelijk mensen te zoeken. Want er zijn nog maar 44 man alive. En wij willen natuurlijk het maximale halen. Uit dit potje. Alright boys, we hebben een airdrop in ieder geval. Hier nog niemand. Ik weet niet of iemand in Dusty is geland. Dat gaan we zo checken. Deze boom hakken. There we go. Oeh, chestje. Nee, heb ik niks aan. Kijk of we wat uit de airdrop kunnen krijgen. Oeh, Scar. Give me that. En ghosties. Ik neem ze wel mee. Ik drop mijn SMG wel. Met de Scar kan je genoeg sprayen. Zo. Gaan we deze chest even openen, boys? Zo, veel AK's, man. Ik hou de minis en ik laat de Big Pot liggen. Oké, ik hoor weer schoten, boys. Laten we snel naar deze mensen toe gaan. Voordat ik dit chestje even pak. Zo, dankjewel. Ik ga gewoon mijn geestjes gebruiken om er sneller te komen. Het zijn allemaal punten die nu weggaan als ze elkaar killen. There we go, ik zie hem al. Oh my god. We gaan deze build battelen, denk ik. Of niet. Hij schiet ons naar beneden. Irritant mannetje dit, boys. We gaan niet gekild worden. Zeker niet. There we go. Dat is één hit. Nee, ik heb de kill niet, jongens. Hij is in ieder geval wel dood, maar... Ik weet niet van waar hij beschoten is, jongens. Wie schoot op hem?
materials. Oh my god. There we go. Easy boys. Geen stress. We kunnen iets meenemen, we hebben dubbel shotgun nu namelijk. Ik ga toch voor de SMG, is altijd wel chill om bij me te hebben. Extra spraywapen jongens. Maar 23 man alive jongens. Oeh, we gaan niet veel punten pakken in deze game. Moet even doorzetten. Heb ik een launchpad? Nee, ik heb niks om te roteren. Ik kan wel even een quad pakken, maar is wel risky. Maar we gaan het gewoon doen jongens, Alles voor de kills, toch? Alright. Even quad rijden. Ik ga er hier denk ik gewoon uit. En dan glijd ik even naar dit toe. En dan hop. Easy rotation. Ik weet niet of ik hier nou iemand zag. Denk het niet. Nee. Oh, daar gaan we heen, jongens. Dus gaan we gewoon naar beneden schieten. Kijk, zien jullie hoe gewoon niet supported dit is? Kunnen we easy naar beneden schieten. Oh, er valt er al een naar beneden. En hij blijft maar doorbouwen. Yo, aim. Wat de hel. Oké, dat gaan we niet risken. Nou, hoef ik niet in te nemen. 36. Er zijn niet veel mensen, jongens. Hier moeten we kills pakken. Thanks. Nu deze nog. There we go. Zijn we kills erbij, jongens. Allemaal puntjes. Allemaal gratis puntjes. Let's go. Als het goed is, liep er nog één ergens. Dan gaan we gewoon onze launchpad voor gebruiken. There we go. Top 15 punten. Misschien hier, want hier is net een hele fight geweest. Ik zie niemand op dit moment. 5 dagen voor de nieuwe event. Oké. Heel interessant. Even snel tussendoor. What the fuck? Oh, hier, boys. Let's get him. Deze man heeft geen audio. En ik had geen aim. What the fuck? Nee, is mijn kill. Ja, die gaan we dus even followen, want die is knijter weak. Hij zit daar, boys. Let's get him. Ik weet niet waar ik een marker zet, ik ben alleen, maar oké. Nice one. Let's go. Big shieldje drinken. Let's go. 6 kills. We kunnen op zich nog wel redelijke punten halen dit potje. Let's go. We moeten doorgaan, boys. Bijna 140 punten al. Let's go. Oh, mag ik editen? Dankjewel. Alright, meer hebben we niet nodig. Volgens mij zit er hier nog één. Ja, there we go. Oh, er zit er ook nog één achter.
Gratis kill, dankjewel. Thanks, gratis kill. Ja, voor de rest niks. Dat pickaxe moet je niet doen, jongens. Dat kan je af en toe doen, maar als je punten wilt halen, zou ik dat niet riskeren, trouwens. Lol. Alright, boys. Genoeg loot hier, hoor. We kunnen deze bal pakken. Kunnen we snel door de map heen. Gaan we toch nog redelijk wat kills pakken, jongens. Eindelijk, eindelijk. Ik weet niet waar de rest nu is. Ik zie helemaal niemand meer, maar... Even checken. Gewoon de slips ingaan hier. Ik denk dat daar mensen zitten, man. Kijken. Ga gewoon naar cirkel toe, man. Daar moeten we toch uiteindelijk heen. Ik denk dat de meeste mensen daar ook heen gaan roteren. Alright, kom op. Ja, we gaan gewoon naar cirkel toe, man. Misschien in Paradise of zo. Of zit dat? Ja, er zit nog een klein beetje in zone. We kijken wel even in Paradise. Hier is helemaal niks, namelijk. Oké, there we go. Daar is er al één, jongens. Sorry, man, maar jouw potje gaat ten einde komen op dit moment. Ja, blijf maar bouwen, blijf maar bouwen. Niet schieten. Nice one. Oh, ik zat even vast. Dankjewel. Nieuwe pumpie. Ja, is dat alles wat we willen? Oké, kunnen we weer door. Let's go. Oh, nieuw slachtoffer. Hij heeft een sniper. Kijk uit. Hij moet naar ons toe pushen. Hij heeft zo'n. Oké, hij heeft nu geschoten, dus... Oeh, lekker eenpie. Deze man is weak. Nee. Je gaat niet wegkomen. We zitten trouwens lekker naar reclame te luisteren. What the fuck? Ik heb nu pas door. Goeie Spotify reclame, thanks. Even kijken. Ik ben het mannetje kwijt, jongen. Nou, iets irritant. Dat was hem, hè, of niet? Ik moet uitkijken voor die andere sniper. Ja, dat is. Ik heb nog maar één redeploy, dus daar moet ik ook mee oppassen. Maar ik wil even niet gesniped nu worden. Let's go, top 5. Laatste puntjes. Oeh. Ik zit echt midden in het sniperveld. Enjoy. Geen laser. Nice one. Twee mannetjes over, jongens.
Zitten ze dan, joh? Oh, daar ook. Maar nu weet ik niet waar die laatste zit. Waarom gaan ze allemaal weg gelijk? Oh my god, deze gozer is legit pickaxe. Deze gozer is legit één pickaxe. Ik leer eerst al deze. John, kom eens even. Doe eens even rustig, jij. Alright. Nu die laatste nog, boys. Oh, wat gaat hij doen? Lekker man, boys. 13 kill win, 151 puntjes. Nou, toch redelijk wat punten, man. 23 punten in deze game, dus... Oké, het is te doen, man. Het is niet zo slecht. Ik dacht echt dat we maar 10 punten gingen krijgen deze game. 13 punten. Of 13 kills. 23 punten. Heerlijke game weer neergezet. We zijn weer een stukje dichterbij bij de Champion Division. En 104 bucks. Dankjewel, Fortnite. Ja, nog 24 punten om naar de volgende division te gaan. Dus ik denk dat we dat wel in het volgende potje kunnen gaan behalen. Maar voor nu, bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende video of livestream. En dat was hem voor vandaag, jongens. Bedankt voor het kijken en tot snel.